Welkom bij een nieuwe aflevering van de Studentenstemwijzer, gepresenteerd door Room for Discussion. Vandaag met een van de jongste partijen die in Gooi doet naar een kamer zetel. En ook een partij die volgens de peilingen de meeste kans maakt op een zetel, van de nieuwe partij in ieder geval. Ja, 21. Mijn naam is Thijs, dit is Cardi. En vandaag hebben we Annabel Nanninga te gast. Mevrouw Nanninga, welkom. Dank u wel. Ja, allereerst natuurlijk fijn dat u er bent, maar u bent net 2 maanden geleden bevallen. Hoe gaat het met u? Goed, ja. Een nieuwe partij en een nieuwe baby. Ik dacht, ik doe meteen alles in één keer. Dan heb je dat maar gehad, hè, in je leven. Nee, joh, gaat heel goed. Ja, Jochie is helemaal gezond en vrolijk. Mijn verlof is net weer afgelopen. Ja, dat verlof liep een beetje anders dan ik zelf had kunnen voorzien. Had u wel verlof, inderdaad? Nou, de facto natuurlijk niet. Kijk, ik had geen raadsvergaderingen en geen zittingen in de Senaat waar ik naartoe hoefde. Dat is ook maar gelukkig, want daar had er niet ook nog bij gekund. Maar nee, die dingen gaan soms zoals ze gaan. Maar nou ja, goed, je hoort mij niet klagen. Die nieuwe energie, dat geeft ook wel weer energie. Ja, je ziet er minder moe uit dan ik. Geen goed teken. Ja, en je zei het net zelf al, de facto natuurlijk geen verlof gehad. Want toen je net bevallen was, gebeurde natuurlijk wat we allemaal hebben gezien. Ja. Forum en de ruzie met Thierry Baudet en toen de oprichting van Ja 21. Ja. Hoe was dat allemaal te combineren? Hoe deed je dat? Nou, kijk, ja, dat ging zo. Dat liep mis en ik dacht, ja goed, ik kan wel zeggen, kijk, ik ben sowieso geen type om thuis te gaan zitten sokjes breien en baby's aaien. Daar verveel ik me vrij snel mee anyway, maar... ja, er moet dan gewoon iets gebeuren. Dus je moet dan gewoon schakelen. En kijk, het voordeel is wel dat er heel veel gewoon natuurlijk via de laptop, via de telefoon kan. Maar ik heb ook wel met de Maxicosi op het strand dat filmpje staan opnemen waar Joost en ik zeiden, nou, we gaan toch met elkaar verder. Ja, je moet er gewoon even zijn op zo'n moment. Maar het scheelt enorm natuurlijk dat mijn man ook veel vanuit huis werkt en is een hele goede vader. Dus we zijn heel geëmancipeerd in. Dat komt niet allemaal mij neer. Nee joh, en weet je wat ik net zei, dat meen ik wel. Er gebeurt van alles en je moet er even op inspringen. Je krijgt er ook een soort adrenaline rush van. En met elkaar iets maken, iets in elkaar zetten, iets opbouwen. Dat, een nieuwe baby eigenlijk. Ja, letterlijk. Ja, eigenlijk ook een soort bevalling natuurlijk. Dus ja. Nee joh, dat, niemand hoeft medelijden met mij te hebben. Het was een hele bijzondere, maar ook echt een hele leuke tijd. En ja, het scheelt natuurlijk dat je het geluk hebt dat je echt een totaal gezond vrouwelijk kind hebt. Anders had het natuurlijk ook niet gekund. Want ja, mijn baby gaat natuurlijk wel voor alles. Maar ja, die doet het gewoon prima. Mooi dat hij het prima doet. En dan nog even voor de mensen die misschien een beetje onder een politieke steen hebben geleefd en niet helemaal dat hebben meegekregen. Van waarom is Ja 21 precies opgericht? Nou, waarom zijn jullie uit die partij gegaan? Kijk, bij FVD... ging er al langer, wringt het een beetje. Met name over die coronakoers die de partij is gaan varen, waar ik me niet in kon vinden, waar veel mensen zich niet in konden vinden. Intern was de sfeer ook niet altijd optimaal, laat ik het zo zeggen. En ik heb hier absoluut geen behoefte aan dat weer allemaal oprakelen en met modder gaan gooien. Maar feit is wel, het kwam natuurlijk tot een kookpunt toen er weer publicaties uitkwamen over de jongerenafdeling van Forum, waar... Ja, jongeren allerlei toch wel heftige, rare dingen hadden gezegd waar niet op was ingegrepen. Ja, en daar heb ik me wel tegen uitgesproken. Nou ja, dat leidde tot een beetje een sneeuwbaleffect van heel veel mensen binnen Forum, van de Europese fractie, de statenfracties. Die zeiden, ja, voor ons is het ook wel een beetje klaar nu. Nou, daar werd vanuit het bestuur niet heel bevredigend op gereageerd. Daar ontstond ook weer een enorme toestand met Baudet die wegging en toen toch weer niet en weet ik wat allemaal. Ja. Nou ja, het was niet meer te lijmen. Nou, toen hebben we natuurlijk eventjes een beetje zo van, nou ja, dan een hele groep mensen onder wie Joost Eertmans en ikzelf, maar ook de Europese fractie, heel veel statenfracties, de gemeente Amsterdam, de Eerste Kamerfractie. In ieder geval van, nou, dit gaat zo niet verder. Nou ja, en vanuit dat het stof een beetje is neergedaald, dacht van ja, we kunnen het hier niet bij laten zitten. Forum... had echt een politieke vernieuwing kunnen betekenen. We hadden zoveel mensen achter ons. We hebben zo ontzettend... Hè, die partij is natuurlijk niet alleen Baudet. Die partij, ja, dat lijkt het wel zoveel goede mensen. Zoveel mensen die iets kunnen, die iets willen. Ja, en toen dachten we, dat gaan we niet zomaar even van weglopen. Nou, dus zo nog even wat meer over precies Ja 21 en hoe die verschillen en zo. Maar nog even terug. Ja. Want ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen denken...
Hoezo dan nu? Ik bedoel, de homeopathische verdunning, de boreale speech. Volgens mij had ik hier opgeschreven, ja, hij heeft een keer in de Tweede Kamer gezegd dat de EU een vooropgezet plan heeft om de blanke Europeanen te vervangen met Afrikaanse mensen. Van dit, ja, dit speelde toch al veel langer. Waarom was het dan nu dat breekpunt? Nou ja, weet je, dat heb ik me ook wel afgevraagd. En ik denk veel mensen, maar goed, ik zal alleen namens mezelf spreken. Kijk. Er waren wel vaker opmerkingen of aanvaringen of dingen waarvan je zegt, joh, en daar hebben we ook altijd wel wat van gezegd, maar natuurlijk niet op Twitter. He, dan bel je elkaar op of dan spreek je elkaar intern aan. En reken maar dat dat is gebeurd. En kijk, ik zit natuurlijk ook in zo'n situatie dat ik denk, ik kan maar één keer openlijk iets zeggen, want ja, dan is er meteen natuurlijk gedoe. Dan gaat de media zeggen, oh. Dus natuurlijk heb ik intern altijd wel over bepaalde dingen aan de bel getrokken. Of dingen gezegd. En ik heb me ook wel eens afgevraagd, had ik niet eerder moeten zeggen, nou weet je, het is nu klaar geweest. Joh, misschien. Ik zeg je heel eerlijk, dat weet ik echt niet. En waarom bleef je dan toch in dat soort momenten? Nou, omdat je ook heel veel dingen denkt van, nou, dat meent hij niet zo. Hè? Ik heb het als vergeleken met een relatie. Je hebt een keer ruzie met elkaar, je vertrekt een keer met slaande deuren. Ja, dan ga je het ook niet meteen uitmaken. Of iemand rijdt een keer een scheve schaats of gooit een keer een vaasje, weet je wel. Dat is allemaal totaal niet zoals het hoort. En achteraf zeg je altijd, oh, je moet dan echt meteen weggaan en dat pik je toch niet. Maar zo gaat dat niet. Het was een toxic relationship eigenlijk. Nou ja, goed, maar ik heb echt geen behoefte om daar modder in te gooien. Ik heb mijn keuze op dat moment gemaakt. En ik ben het echt met je eens. Tuurlijk heb ik ook wel eens gedacht, had het niet eerder gemoeten. Wellicht, maar ik wilde juist proberen te blijven om dat weer goed te krijgen. Al die mensen die met ons, met de Provinciale Staten 2019, waren we de grootste partij van het land op dat moment. Ik dacht, ja, maar weet je, ik kan wel zeggen, maar weet je, ik wilde dat redden. Ik dacht, hij moet gewoon normaal gaan doen. En als hij nou maar weer wordt zoals vroeger, gewoon, ja, natuurlijk een beetje excentriek en een beetje flap uit, maar zo'n die begeistering en die werklust, dat weet je, als we dat nou maar hebben en niet meer zo raar doen en ja, misschien heb ik te lang wel gehoopt dat dat bij te sturen was. Of dat het wel goed zou komen. Maar in ieder geval goed relatieadvies. Dus als je twijfelt, gewoon eerder weggaan. En dan zie je achteraf Je moet niet te snel het kind met het badwater weggooien. Maar ook een beetje naar je gevoel luisteren. En dan nog het laatste ding hierover. Want wij vragen altijd aan onze volgers van, waarom zou je nou wel of niet op een bepaalde partij stemmen? Omdat we denken dat is precies waar je het over moet hebben. Want het is waarom mensen twijfelen. En hier zeiden mensen ook van, ja, maar in hoeverre is dan JA21 minder extremistisch? Omdat je zelf ook wel dingen hebt gezegd, als bijvoorbeeld de term dobberneger of antisemitische tweets, of dat je de Holocaust mag ontkennen. Van Thierry zegt ook over dat soort dingen, dat is een grapje of dat is provocatie. Maar wat is dan het verschil tussen JA21 en Forum hierin? Nou kijk, het verschil is heel duidelijk. Bijvoorbeeld die dobberneger column, mensen die daarmee komen, die hebben duidelijk die hele column niet gelezen. Oh, ik heb wel gelezen, maar het is heel duidelijk als je dat leest. Van joh, weet je, die mensen willen allemaal hierheen. Ze hebben een punt. Ik zou het ook willen als ik er was, maar het kan niet. En het gaat een keer fout en we moeten iets doen. Dat is de strekking. En ja, dat is voor geen stijl. Dus dat je daar van bepaald taalgebruik bedient, dat zal wel. En hetzelfde met bepaalde tweets. Kijk, ik zou dat nu niet meer doen natuurlijk in mijn huidige rol. Maar ik was toen opinie. Nee, waarom niet? Nou, als politicus heb je een ander register dan als columnist. Ik bedoel, jij praat tegen je vriendin ook anders dan tegen je moeder, mag ik hopen. Dus dat is een andere toonzetting. Maar als politica had het ook anders kunnen zeggen, toch? Vind ik wel, maar je hebt daar ook een ander doel. Kijk, en ik heb die dingen open en bloot gezegd. Niet stiekem in een appgroepje, terwijl ik gewoon al voor Bond en voor weet ik veel, op televisie en in kranten publiceerde. Dus helemaal niks geheims aan. Dus dat is dan het verschil, dat het bij en hem lekt het uit. En ik heb die context ook heel. Jou, maar je kan het ook teruglezen. Ik heb het ook aan het Nieuw Israëlitisch Weekblad heel duidelijk uitgelegd. Want die wil natuurlijk ook wel eens weten van, goh, hè? Nou, ik heb daarin niks te verbergen. Dat is bijvoorbeeld een van die aanleidingen was een discussie over of je het boek Mein Kampf zou moeten verbieden. Nou, ik ben het absoluut niet eens met dat ding en ik heb het ook niet eens gelezen. En die hele, dat is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal, maar moet je het verbieden? Nou, daar kun je een discussie over hebben. En in die, dus daar is verder niet zoveel geheimzinnigs aan. Ik heb zeker nog ook die Twitterberichten bewust, toen wij voor Amsterdam campagne gingen voeren, bewust niet gedelete. Ik had het snel weg kunnen halen. Maar ja, dan krijg je helemaal zo'n sfeertje. Dus nee, kijk, dat is het hele punt van onze partij. Wij zijn wel rechts. En misschien vinden mensen het heel discriminerend dat wij zeggen, we willen veel meer grenscontrole. We willen die islam een beetje in de smiezen houden.
Maar er zit niks onder de oppervlakte of er zit niks raars of antidemocratisch bij. Het is gewoon een vrij rechtse partij. Maar alles natuurlijk wel gewoon binnen de grondwet met eerlijke normale mensen. Geen complotdenken, daar houden wij ook niet zo van. He, want het gaat natuurlijk niet alleen daarover. Je hebt het ook over klimaat, over corona. Ja, wij volgen wel de wetenschap daarin. En niet een vlogger op YouTube of Instagram. Ja, maar ja, goed, dus jullie zijn inderdaad dan een maand of twee geleden uit die partij gestapt. En op dat moment zeiden jullie al van, nou ja, goed, op inhoudelijk gebied verschillen we niet zo. Het gaat voornamelijk om de manier waarop politiek werd gegeven in Forum. Wat zijn nou de drie grootste inhoudelijke verschillen tussen Forum en Puur inhoudelijk. Kijk, een partij is natuurlijk altijd meer dan de letter van zijn programma. Hè? Want het, ja, goed. Maar puur inhoudelijk bijvoorbeeld, wij zijn niet voor absoluut een nexit. We willen een referendum over de euromunt. Maar we gaan niet zeggen, we snijden nu al die banden af. En dat willen Nederlanders volgens mij ook helemaal niet. Was er ook discussie over binnen Forum over die nexit? Nou goed, daar... Want blijkbaar is een hele nieuwe partij opgericht die dus geen nexit wil. Maar wel bijna hetzelfde als Forum, toch? Waarom is er geen discussie over verschil. Binnen Forum? Kijk, wij hebben ook bijvoorbeeld de corona-aanpak, staan wij ook echt heel anders in. Wij geloven niet dat het maar een griepje is. En wij staan ook totaal niet zo wantrouwen tegenover de instanties en tegenover het concept vaccineren bijvoorbeeld. Klimaat, idem dito. Je zult bij jou in de 20 niemand horen beweren dat het allemaal een soort internationaal angstcomplot is. Of weet ik veel. Ik denk dat die cijfers vrij duidelijk zijn. Alleen wij zeggen wel, je moet daar niet op reageren zoals de VVD tot en met GroenLinks daarop reageren. Dus wat ons betreft is de aanpak wel anders. Wees het te slim, die meneer. Nou ja, goed. En wat betreft de PVV, kijk, wij zijn ook heel islamkritisch. Maar wat ons daar weer van onderscheidt, is wij houden wel de grondwet aan. Dus wij vinden niet dat je de islam moet verbieden of moskeeën moet sluiten of de Koran moet verbieden. Ik ben het niet eens met wat daar in die Koran staat. Maar ja, goed, als je alles moet gaan verbieden waar je het niet mee eens bent, dan is het bijna een beetje Taliban gedrag, zou je zeggen. Dus die nuanceverschillen zijn er wel degelijk. Maar er bijna geen nuanceverschillen meer. Ik bedoel, geen nexit, klimaatverandering niet ontkennen. Dat zijn echt hele grote inhoudelijke verschillen met Forum, toch? Dat denk ik wel. Maar kijk, de reden dat mensen soms misschien denken, ik zie dat onderscheid niet helemaal, is omdat we daar wel heel kritisch op zijn. Alleen wij denken van ja, hè, met wat jij in de 20 doet, bereik je veel meer. Je kan wel ontzettend hard roepen dat je tegen islam bent en dat je dat niet zo'n leuke godsdienst vindt. En dat mag je ook zeggen in dit land. Maar als je echt wil dat er iets aan gedaan wordt, ja, dan kun je beter niet iets heel ongrondwettelijks gaan roepen. Want dat gebeurt toch niet. Ja. Weet je, je kan wel heel erg klimaat ontkennen. Wij zeggen, nou ja, laten we nou niet al ons geld en de toekomst van jongeren op het spel zetten door nu 1.000 miljard euro of 100 miljard in ieder geval te investeren in allemaal onzin die niet werkt. Maar dat, nou ja, dat is nog wat anders dan de feiten daarachter te ontkennen. Mm-hmm. Dan even, want we gaan het zo nog even puur inhoudelijk hebben over die dingen, EU, klimaat, enzovoort. Maar eerst nog even, we zijn natuurlijk de studentenstemwijzer. Wat doet Ja 21 voor ons, om het maar even zo te zeggen? Ja, nou ja, kijk, heel belangrijk, gewoon de ouderwetse studiebeurs moet weer terug. Dat leenstelsel, daar hadden we denk ik nooit aan moeten beginnen. We hebben ook redelijk veel onderwijzers in onze partij, dus die hebben echt dat deel van ons programma goed opgesteld, op zich genomen. Om te beginnen natuurlijk die basisbeurs. En dan in principe moet je dat alleen terugbetalen als je na 10 jaar niet bent afgestudeerd. Zo, 10 jaar is wel lekker. Ja, dan heb je wel even de tijd, maar je moet het wel doen, hè? Ja. En natuurlijk huisvesting, woningbouw is een enorm punt in ons programma. Dat is natuurlijk niet alleen voor jongeren, maar nu wel heel belangrijk. Jongeren zitten nu wel ongelooflijk in de verdrukking. Want Ja 21, dat vonden wij wel iets leuks uit het partijprogramma, wil een nieuwe stad bouwen om woningtekort te gaan. Ik heb echt, als ik dat hoor, heb ik zoveel vragen van... Eerdmans City. Daar zijn we nu niet. Nee, kijk, dat is echt zo'n durf te dromen punt. Ja. Hè? We gaan natuurlijk niet morgen de eerste paal in de grond slaan. Dat zouden we wel willen, maar je moet echt zo'n visiestuk. Ik vind dat gedurfd.
om te zeggen, we hebben echt woningnood. We hebben best ruimte in Nederland. Je en waarom bijvoorbeeld? Nou, dat is een heel goede vraag. Ik denk dat we daar een aanbesteding voor kunnen houden. Dat je dat ook prima met een referendum bijvoorbeeld zou kunnen doen. Hè? Dat je dus mensen in hun provincie, als je zegt, nou, er is daar, daar en daar en daar zijn geschikte plekken. Dan moeten mensen zich wel over kunnen uitspreken. Misschien kun je ook de naam aan een referendum overlaten. City McCity Face wordt het dan waarschijnlijk uiteindelijk. Nee, dan wordt het weer heel flauw. En dat is met die sluis in IJmuiden. Die dan de sluis van IJmuiden of het Osdorpplein hier in Amsterdam. Dat heeft ook een nieuwe naam, geloof ik. Osdorpplein. Dat werd Osdorpplein. Ja, precies. Of voor mij, wat noem je de nieuwe stad? Ik bedoel, New York heet ook New York niet meer. Nee, maar dat is, ik vind het wel echt... Kijk, het klinkt een beetje grappig, hè? Van we bouwen een nieuwe stad. Hallo, het is hier geen Legoland. Maar... nee, maar het is wel degelijk serieus. Omdat je daar echt een visie in moet laten zien waar heel veel samenkomt. Werkgelegenheid, inderdaad, plek voor jongeren. En je kan zo'n stad ook inrichten volgens... Ja, vergelijk het een beetje met dat The Sims-spelletje. Hè? Ja. Dat je dus uit alle landen en steden de best practices kan halen. En heb je daar voorbeelden van? En dat, van welke best practices zouden heel goed werken of zo? Nou ja, kijk bijvoorbeeld naar... bijvoorbeeld zo'n stad als Singapore is heel schoon. Niet alles daar is heel leuk. Want bijvoorbeeld het strafbeleid daar is best vrij wel streng. Heftig. Maar hoe doen ze dat nou? Hoe kun je dat dan hier krijgen? Welke stad heeft een mooie infrastructuur? Want je moet natuurlijk ook in en uit. Bijvoorbeeld zo'n stad als Amsterdam. Dan zeg je, we gaan allemaal elektrisch rijden. Prachtig. Als heel Amsterdam dat gaat doen, hebben we allemaal geen stroom meer. Dan kan het netwerk niet aan... Nou, die stad is ook heel oud. Je krijgt het ook niet zomaar aangelegd, want je moet overal de grond in. Nou, hoe kan je nou meteen een goed netwerk neerleggen? Hoe voorzie je dat van stroom? Als je meteen nieuw iets gaat bouwen, kun je misschien meteen zonnepaneeltjes waar ze thuis horen neerleggen. Namelijk op de daken en niet in ons landschap, niet in de weiders. We zijn helemaal niet tegen dat soort energievormen. Maar dus, ja, je kan dat zo mooi doen. Het geeft werkgelegenheid. Je hebt heel veel knappe koppen aan het werk. En ook waar behoefte aan is bouwen. Ja. Want nu zie je ook dat wat er vrijkomt aan woningen... is misschien niet altijd waar behoefte aan is. Ik denk dat er heel veel behoefte is aan gezinswoningen en starterswoningen. Middeninkomen. Ja, middeninkomens. Ja. En dat moet je ook een beetje mixen natuurlijk. Nou, enfin, dus... Maar op zich klinkt het toch gewoon eigenlijk als een Almere 2.0? Willen we dat? Amsterdamse, wil je toch niet een nieuwe Almere bouwen? No offense. Ik denk dat je daar ook van kan leren. Leren van Almere. dat je daar ook ziet wat gaat er wel goed, wat niet. En ik vind dat mooi. Ik vind dat politiek met een visie. En dan kan je altijd weer heel flauw doen zeggen... Nou, maar dat kan helemaal niet. Of dat wordt niet leuk. Of laat het nou maar eens doen. Weet je? We hoeven niet naar de maan... zoals sommige andere partijleiders zeggen. Want dat lijkt me wat duur en omslachtig. Maar waarom niet? We hebben het nodig. We kunnen het gebruiken. Ja, ik vind het mooi. En je kan daar ook wel degelijk met al die eco-eisen... Hè? Afvalwater recyclen, energie opwekken... Nou, is toch te gek als je dat echt in een levende stad kan toepassen. En natuurlijk wel slim dat niet die mensen daar de helft van de tijd zonder water en stroom zitten. Op zich, ja. Ik vind het een grappig idee. Ja, en nog even over het leenstelsel. Want had u het even kort over, we willen de basisbeurs terug. Wij zijn allebei van de leenstelselgeneratie. Kan JA21 ons beloven dat de leenstelselgeneratie niet benadeeld wordt? Dat wij niet... vergeleken met de generatie ervoor en de generatie daarna met extra schulden zitten? Nee, we hebben een compensatiemodel. Daar zijn we wel aan het werken. Het is wat ingewikkeld, want je kan niet met alles met terugwerken. Eerst dachten we, nou, dan gaan we terugwerken en de kracht wat terugdraaien. Dat bleek toch te kostbaar. Dus een nieuwe stad kan wel, maar dat is nee, maar dat levert dan geld op. Hè? Nee. Maar daar heb ik nog geen hapklaar antwoord op, zeg ik je heel eerlijk. Maar we gaan niet dat zomaar doen dat we zeggen... oh, we trekken hier een streep, we schakelen het nu weer om. We maken nu weer een basisbeurs. En degene die nog in het leenstelsel zaten, ja, pech. Maar ik moet een iets doordachter antwoord daarop gewoon nu nog even schuldig blijven. Dus maar niet de 10.000 van GroenLinks en de 15.000 nee, van... Nee, we gaan geen gratis bier roepen. Dat doen we niet. Ik begrijp dat 10.000 euro van GroenLinks dat heel leuk klinkt. Ja, jullie blijven een rechtspartij. Ja, kijk, ik denk dat dat A, niet verstandig is... en B, dat je dat gaat terugzien in dat bijvoorbeeld starterswoningen... 10.000 euro duurder worden allemaal. Ja. Ploemen heeft ook gezegd 15.000 euro voor aankoop van een eerste woning. Ja, het klinkt heel sympathiek... maar je ziet dan gewoon dat dat netjes wordt doorberekend in de huizenprijzen, denk ik. Dus ja. Oké, goed. We willen graag met u nog even een aantal stellingen behandelen... en dan mag u, nou, daar moet u zo meteen zo snel mogelijk antwoord op geven. Oh jee. Aan het einde mag je natuurlijk nog even nuanceren. Maar voor het begin,
eens of oneens. Oké. Pak ze even bij. De allereerste hebben we eigenlijk al beantwoord. Dat is namelijk de nieuwe stad. Maar de tweede is, ja, 21 vindt, net als de PVV, dat er een ministerie van remigratie en de-islamisering in Nederland moet komen. Nee, oneens. Oneens, oké. Ja, dan de tweede. De abortusgrens moet worden vervroegd naar minder dan 24 weken. Eens. Oké, we zien zo wel wat hij daar gaat doen. Daar komt nog een antwoordje. Ja. De vrijheid van onderwijs moet niet gelden voor islamitische scholen. Oneens. Oké. Nederland moet niet, hier had ik ook net al even over. Nederland moet niet strijden tegen klimaatverandering, maar zich hieraan aanpassen. Bijvoorbeeld door de dijken te verhogen. Eens. Oké. Laten we even beginnen met die eerste. Dat er dus dat er geen minister van remigratie en de-islamisering hoeft te komen in Nederland. Nee, kijk, je gaat niet oproepen. Hè, het zit mij vooral in het woordje de-islamisering. Nou, ik heb een broertje dood aan wat de islam in West-Europa zo al voor mag. Ik ben daar echt geen liefhebber van. Ik ben daar heel kritisch op. Maar het is, we gaan niet één bevolkingsgroep daar een ministerie voor optuigen om die te verkleinen. Of dat vind ik echt niet rechtsstatelijk. Dus kritiek op islam, absoluut. En heel goed in de gaten houden wat daar gebeurt, waar die geldstromen in die moskeeën vandaan komen, wat er in die weekendscholen gebeurt, wat er aan radicalisering gebeurt, wat er online gebeurt. Dat moet, dat is nodig. We zien ook dat het in Noordwest-Europa vaak bijzonder onveilig is door toedoen van de religie van de vrede. Maar we gaan niet zeggen, we gaan een minister maken die, het moet op het idee, niet op de mensen. Mensen mogen geloven wat ze willen, maar ze mogen denken wat ze willen. Okay, dus en we gaan geen ministerie opzetten om dat onderuit te halen. Dus dat is inderdaad heel veel kritiek op het de-islamisering gedeelte en het remigratie gedeelte dan? Nou ja, remigratie zijn we natuurlijk absoluut niet op tegen. En ik denk dat misschien in veel gevallen ook best een oplossing kan zijn. Als ik zie dat jongeren hier, allochtone jongeren in grote steden, die hebben de mond vol van uitsluiting en discriminatie. Dat wordt ze allemaal netjes voorgekauwd door GroenLinks en de PvdA, dat ze daar heel erg slachtoffer van zijn. Ik hoor ze voortdurend zeggen in Poelenburg, wij zijn strijders van Erdogan. Of, maar ja, dat zijn natuurlijk wel hele. Het is een hele grote groep. Je kan niet zeggen, ja, dat zijn allemaal dezelfde mensen. Er zijn heel veel mensen die worden uitgesloten op de arbeidsmarkt. En er is misschien een klein groepje mensen die maar zegt, dat is niet een klein groepje die zegt dat ze zich ook veel meer identificeren met hun Turkse of Marokkaanse identiteit dan met de Nederlandse. En dat mag, maar dan denk ik, ja, als je dan liever terug wil, mag je van mij terug. Of je daar een heel ministerie voor moet optuigen is ook nog weer een tweede. Voor mij is iedereen hier welkom, maar je moet wel hiermee willen doen. Maar je zei ook, illegale mensen, die moeten wel worden teruggestuurd. Tuurlijk, dat woord zegt het al. Maar ook dan actief opsporen. Illegaliteit zou weer strafbaar moeten zijn. Kijk, het woord zegt het al. Je mag hier niet zijn, dus dan moet je hier ook niet zijn. Ja. Maar ook als je gewoon een hardwerkende Nederlander bent die probeert te integreren en die probeert te werken. Ja, kijk, dat is heel vervelend. Ik zeg niet dat het allemaal rotmensen zijn, maar je hebt letterlijk grenzen. Dus je moet ergens een streep trekken. Als iemand hier niet is toegelaten, moet diegene gewoon vertrekken. En ja, ik weet dat die bekende schrijnende gevallen soms oplevert. Maar als je daarmee gaat marchanderen, dan zit je al heel gauw in een heel raar terrein. De wet geldt natuurlijk voor iedereen. Misschien heb ik wel een heel goede reden om hard te rijden, omdat ik ergens naartoe moet. Maar ja, dat geldt toch ook voor mij. Ik krijg toch ook echt een boete, snap je? Dus ja. Excuseer. Geen corona. Geen corona. Ik heb wel getest. Ik ben gewoon verkoud. Dus ja. Ja. Dus ja, remigratie helemaal voor, maar daar niet met dwang. En er hoeft ook, wat mij betreft, geen ministerie apart. Nee, oké, goed. Oké, naar de volgende. Dus de abortusgrens moet worden vervroegd naar minder dan 24 weken. En wat was het antwoord was hier? Ja, ik had het twijfelende eens. Maar ja. Het punt is, het woordje moet zit ik een beetje mee. In ons programma staat, moeten we echt weer eens over praten met z'n allen. Of dat nou nog, hè, dus, en daarbij ook een heel duidelijk onderscheid, medische noodzaak. Hè, dus kindjes die echt, waarvan je kan zien in een echo of in een onderzoek, dat die worden geboren ja, zonder dat ze aangelegde nieren hebben of hersenen, die echt geen kans maken te overleven. Daar hebben we het natuurlijk niet over als die ouders beslissen dat ze dat om medische redenen niet kunnen of willen. Maar wij zeggen wel, laten we nou eens kijken. Dus mensen die puur dat doen omdat ze geen kind willen, dat is helemaal goed recht. Zit absoluut niet aan dat recht op vrije keuze of voor abortus.
Maar laten we dan wel kijken of we dat soort hele schrijnende gevallen niet beter kunnen voorkomen. Dat mensen niet abortus plegen omdat ze geen huis hebben of geen netwerk of geen geld. Maar echt, daar moeten we toch beter voor kunnen zorgen met z'n allen. Ja. Denk ik dan. En dan nog even, want dit is, of in ieder geval aan het recht op abortus. Daar zitten jullie niet aan, maar in ieder geval erover hebben is wel iets wat geassocieerd wordt met conservatief zijn. Dus nou ja, we zijn een liberaal-conservatief partij. Ja, maar toch even, wat houdt dat dan precies in, dat liberaal-conservatief? Dus bijvoorbeeld, je kan zeggen, euthanasie, dat is iets wat aan de ene kant heel liberaal is, van mensen moeten dat kunnen, mm-hmm. maar dat is ook wel weer... Nou, wij zijn ook niet voor die voltooid leven plannen van D66. Zijn we ook geen voorstander van. Dus de huidige euthanasiewetgeving wel. Hè, dat mensen bij volle verstand denken, nou, dit hoeft voor mij niet meer zo. Maar dat die voltooid levenwet vinden we ook een vrij cynische vervanging van gemeenschapszin en goede zorg. En dat is de conservatieve kant van onze partij. Hè. We hebben wel iets met gezinswaarden en een samenleving zijn. Maar ook met vrijheid. Dus ja, we zijn voor... Het lijkt wel tegenstrijdig een beetje, moet ik zeggen. Van, ik heb niet helemaal het gevoel het waar... Het is een spannend huwelijk. Ja. Maar ja, inderdaad, er is een Amerikaan die hoort dat er in Nederland een liberaal... conservatieve partij is, die krijgt kortsluiting, denk ik. Ja, maar Amerikanen hoeven hier niet te stemmen. Nee, dat is flauw. Ja. Nee, maar dat is toch juist leuk. Ik denk dat daar heel erg behoefte aan is in Nederland. Dus niet dat hele vrij... liberaal... progressief wordt altijd heel erg geassocieerd met links. Ja. En dat verzandt al snel een beetje in... alles moet maar kunnen. En ik denk dat liberaal-conservatief zich heel mooi in balans laat zien tussen vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar. Hè. Dat zie je ook in ons drugsbeleid. Wij zijn voor een liberalisering van softdrugs, van wiet in huis, van de coffeeshops, dat het dus illegaal is aan de achteringang. Ja, niet zo raar, dat kan natuurlijk helemaal niet. En bovendien kunnen mensen zelf wel weten of ze dat willen. Maar we maken er wel een onderscheid in met harddrugs. Ook omdat daar heb je helemaal geen zicht op de wereld daarachter. Dat is een wereld van ongelooflijk veel bloedvergieten en ellende. Plus dat die rommel zelf ook niet, niet zo best voor je is. Ja. Ik ben het met je eens. Het is spannend, het is een spanningsveld. We gaan zien of het stand houdt. Ik denk het wel. De vrijheid van onderwijs geldt ook voor islamitisch onderwijs. Nee, wij hebben gelezen dat niet zo was. Want zeg maar, de... Ik weet vrij zeker dat de NOS kopte dat jullie dat het niet staat, goed vonden. Ik ben het met je eens. Ik ben blij dat je het vraagt. Het staat een beetje wollig in het programma. Dat klopt. Er staat een heel erg kritische noot in over... Kijk, we zien dat middelbaar islamitisch onderwijs, dat gaat altijd fout. Tot nu toe is er geen één serieuze... De basisonderwijs doet het redelijk goed. Als je kijkt naar CITO-scores en dingen, zijn ook veel islamitische basisscholen. Hoewel wij daar wel heel sterke vraagtekens hebben bij hoe ze daar omgaan met bepaalde verlichte westerse thema's, hoor. Jongens en meisjes gescheiden, hoofddoekjes bij jonge kinderen. Nou ja. Maar in principe, natuurlijk moet je gewoon een islamitische school kunnen oprichten. Alleen wij zeggen wel, dat gaat zo vaak mis. En daar zit zo vaak dat je ook niet weet waar het geld vandaan komt, et cetera. Zet daar even een rem op en kijk eventjes eerst of dat allemaal goed kan. Maar dat heeft niet zin met islam te maken, maar met het feit dat het altijd misgaat. Als dat bij gereformeerde scholen het geval zou zijn, hadden we gezegd, nou, neem die maar even extra onder de loep, want het gaat altijd mis bij die gereformeerde scholen. Dat zie je toch ook wel een beetje. Ik bedoel, met die anti-homo-verklaringen, ik kan me niet voorstellen dat jullie als liberale partij daar dan voor zijn. Ik bedoel... Nee, natuurlijk niet. Maar welke scholen doseren anti-homo-verklaringen? Nee, ze doseren het niet. Maar je hebt ook scholen, dat was in die hele rel met Arie Slob, die mogen hun leerlingen of de ouders van hun leerlingen een anti-homoseksualiteitsverklaring laten invullen. Ik vind dat niet per se... Ik vind het ook niet zo prettig, je mag natuurlijk niet daar kinderen mee indoctrineren. Maar ja, goed, waar ligt de grens? Dat is natuurlijk ook altijd maar weer de vraag. Maar zijn jullie dus ook niet iets van allebei? Dit is toch niet iets wat we in Nederland willen? Dat er scholen zijn waar leerlingen zich niet veilig voelen? Nee, idealiter niet. Nee, natuurlijk niet. Idealiter, dat klinkt ook niet heel omdat dat veilig voelen wat jij zegt, dat vind ik ook wel weer interessant. Want er zijn ook, we leven in een woke cultuur...
waarin je bijvoorbeeld ook al problemen kan krijgen. Nee, als dat ben ik met u eens. Als je zegt, biologisch gezien heb je mannen en vrouwen. Ja. Nou ja, dan zijn er dus leerlingen of andere docenten of ouders die dan helemaal over de rel raken, want het is super kwetsend voor transgender en onveilig. Ja, maar hier wordt natuurlijk een identiteit wordt afgekeurd. Ja, dat is heel anders. Dat ja, is gewoon, maar die je voelen bent dat ook zo. Hè, dus, nou ja, goed. Maar kort antwoord, nee. Tuurlijk valt dat onder de vrijheid van onderwijs, mits het gewoon voldoet aan de wettelijke eisen. Okay. En wat betreft de islamitische middelbare scholen, ja, ik heb het nog geen één keer goed zien gaan. Dus daar mag echt wel even fors wat meer ogen en handen aan, wat mij betreft. Goed. Ja, en dan nog de laatste, geloof ik alweer. Dus Nederland moet niet strijden tegen klimaatverandering, maar we moeten ons eraan aanpassen, bijvoorbeeld door de dijken te verhogen. En toen zei u ja. Ja. Dat lijkt me veel wijzer. Kijk, wij zijn nu bezig met de toekomst van het buiten jongeren gewoon gigantisch te ondermijnen door heel veel zaken die bijvoorbeeld de hele bouw stagneert onder meer door allerlei stikstof- en klimaatregels. Ja, ik heb een huis, ik heb daar geen last van, maar jullie wel. Er gaan honderden miljarden naar ineffectieve onzin. Kijk, vinden wij een schoon milieu belangrijk? Ja. Maar we moeten ook realistisch zijn. Wij gaan als Nederland niet de temperatuur in de wereld veranderen. Ik ontken niet dat het gebeurt, dat het klimaat beïnvloed wordt door menselijke activiteit. Maar wat kun je eraan doen? Ja, daar is best veel consensus over. Ja, dat is ook best wel makkelijk te zeggen. Want natuurlijk, Nederland is een klein land. Dat zeggen we altijd als het ons uitkomt. Maar als Nederland gaat zeggen, wij stoppen met onze verzetten tegen klimaatverandering, dan kan je ook niet als de EU een geloofwaardige vuist maken tegen de grote vervuilers zoals China, India. Nou ja, dat zie ik ze nu ook niet doen. Ik zie nu de EU ook alleen maar de eigen bevolking lastigvallen met miljarden verslindende onzin. Ja. En we zijn helemaal niet tegen alternatieve energiebronnen. Maar kijk dan eens naar kernenergie. Dat vind ik heel realistisch. Daar kun je ongelooflijk veel energie mee opwekken. Wat ook nog eens beter is. Ik zeg niet dat je helemaal niks mag doen wat goed voor het klimaat is. Alleen dat die windparken, die zonnepanelen, die aardgasvrije, die route is echt desastreus. Dat kost echt heel erg veel geld voor heel weinig winst. Voor heel weinig dat probleem oplossen. Goed. Dus nou, Ik weet niet, ik ben toch wel. Ik denk toch ook dat als we dat niet doen. Jij bent het niet meer mee eens. Ja, ik ben het niet eens. Want dan moeten we ook enorm veel geld betalen. Ik bedoel, dijken verhogen, hitte, droogte. Dat gaat ook zoveel geld kosten. En als wij dan als Nederland met nog een grijze economie zitten. Ja. Nee, dat klopt. Maar als je dat. Kijk, stel je voor dat wij hier in Nederland alles volgens het boekje doen. Volgens de Parijse klimaatakkoorden. Kostte ons dat honderden miljarden. En dan nog, want het maakt geen fluit uit of wij dat doen op wereldschaal, ga je ook nodig hebben dat je klimaatadaptief te werk gaat. Dus het is hoe dan ook en-en. Zelfs al zouden we alles keurig volgens het boekje doen. We gaan hoe dan ook te maken krijgen met warmer weer, hogere zeespiegel. Dus laten we ons dat daarop richten. Inzetten op kernenergie, onderzoek doen naar thoriumenergie. Maar skip die onzin, want je geeft het toch uit. Hoe dan ook. Oké, nou we moeten bijna stoppen. Dan geven we de twee laatste vragen die we altijd stellen. Ja. Ja. Dus, jammer. We vragen altijd, wat is nou die ene prioriteit? En we hebben het al eerder over gehad. Ja, 21, een van de voordelen misschien van die partij, als je dat zou willen stemmen, is dat ze niet bij voorbaat worden uitgesloten, zoals bijvoorbeeld PVV en Forum. Dus als jullie aan die coalitieonderhandelingtafel komen, wat is de ene maatregel die jullie willen doorvoeren? Oh, dat is best een goede vraag. Want het moet er één zijn. Want we zijn natuurlijk een kleine partij. Echt, komen net in, de Kamer. Zoveel gewicht heb je dan nog niet. Ik denk dat controle over onze eigen grenzen en alles wat daarmee samenhangt, dat echt heel belangrijk is. Het speerpunt. Dat grijpt in woningvoorraad, in belasting. Dat grijpt in zoveel dingen in ons leven in, die immigratie. Dus controle over onze eigen grenzen is echt, echt heel belangrijk. En dat roept Rutte ook al jaren, hè? Maar die doet het niet. Mm-hmm. Dus ik denk dat we daar elkaar wel kunnen vinden als we met het CDA en VVD gaan praten. Yeah. En dan hoeven ze niet naar GroenLinks of naar D66 die dan weer zegt, nee, zielig, alles openhouden. Dus, moet u natuurlijk wel voldoende zetels halen, dus dat is de allerlaatste dat vraag. Dat is aan jullie. Hoeveel zetels denkt u dat ja 21 denk ik of wil ik? Allebei. Ja, vind ik altijd zo'n lastige vraag. Ik, als je er te ver vanaf zit, dan maakt u kans op de gebrek aan zelfkennis award.
Dat is een beetje de catch altijd. Ja, precies. Kijk, we staan er nu heel goed voor in de peilingen, maar ik vind het goed hè, als je als nieuwe partij op 3 zetels staat. Ik zou er echt, denk dat we daar ook wel kans op maken, 3. Ik denk 3-4 is heel haalbaar. Is evenveel als Forum dus. Zal ik hem zo formuleren? Ja, zal ik hem zo doen? Perfect. Ja. Mevrouw Nanninga, ontzettend bedankt. Ja, jullie ook bedankt. Ja, ontzettend leuk gesprek. Ja, dat was het. Dat was hem inderdaad. En dan gaan we zo meteen... Ja, we zijn echt iets te lang doorgegaan. Maar het is perfect. Ja, maar dat maakt niet zo...